Goedendag, welkom bij de marktupdate van woensdag 18 juli. Ik ben Tycho Schaaf, naast staat Justin. Justin, van harte welkom in de studio. Dankjewel, Tycho. Ja, we hebben vandaag een positief sentiment, met name op de Europese markten, waar mooie plussen op het scherm staan. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de sessie van gisteren, waar Wall Street positief sloot. Was ook een goede sessie, en met name te verklaren natuurlijk door de Fed-voorzitter Powell, die wat bemoedigende woorden sprak. Klopt. Ja, hij gaf eigenlijk aan het congres dat de Amerikaanse economie op schema ligt. De werkloosheid is laag en verwachtingen zijn goed. En het belangrijkste, hij gaf aan dat de renteverhogingen zoals die nu gepland zijn, eigenlijk doorgaan. Dus stapjesgewijs, rustig aan, rente omhoog. En beleggers reageerden daar positief op. En misschien is het ook wel aardig om dan even die S&P erbij te pakken, die eindelijk eens een keer overtuigend boven die 2800 wist uit te breken. Dat is al wat langer een weerstand. Ja, nu lijkt die weg toch wel een beetje ingezet omhoog. Klopt. Eigenlijk is de S&P niet boven die 2800 gesloten sinds februari. Dus dat was een behoorlijke barrière geworden. Ja, nu die gebroken is, dat is eigenlijk, ligt alle ruimte vrij voor een aanval op de jaartop. Het moet nu gebeuren. Zeker weten, ja. En het sentiment wat je ook terugziet aan zo'n Nasdaq, super zwakke opening door Netflix, wat zwaar in de min stond door die teleurstellende zijn. Maar het wordt gewoon compleet weggewerkt en sluit op een all-time high. Ja, klopt. Ja, was een hele aparte sessie gisteren. Netflix van min 14% naar bij het slot min 5%. Ja. Je ziet hier de gap en je ziet gewoon dat het vanaf de opening is one way up. Ja, super sterk. En dat zegt iets over die markt, de onderliggende kracht die er is. Ja, er wordt veel verwacht van de kwartaalcijfers en die zijn ook best goed tot nu toe. In Amsterdam hebben we natuurlijk één mooi beginpunt, zou je kunnen zeggen, ASML. Ja. Super cijfers, mooie koerswinst en AEX, niet te stoppen. Klopt, ja. Die cijfers van ASML hebben de AEX omhoog gegooid vandaag. Dalende toppenlijn is afgebroken. Ja. En een aanval op de jaartop mogen we echt wel verwachten binnenkort. 5,72,5 komt weer in zicht. Zeker, ja. Aan de andere kant, het zijn niet alleen maar winnaars, Justin. We hebben hier de goudprijs en daar word je toch niet vrolijk van. Nee, ja, dat is opvallend. Een van de slechtste performers van dit jaar, denk ik wel. Ondanks die handelsoorlog, ondanks onzekerheid. Goud is het maar niet. Goud ligt er niet goed bij. En je ziet ook dat vooral de laatste maanden van dik boven 1300 is het vrijwel constant naar beneden gegaan. Zitten we op niveaus die we al enige tijd niet gezien hebben. Dat is wel een teleurstelling. En wat ook de reden zou moeten zijn waarom dit gaat keren, ik weet het niet. En jij volgens mij ook niet. Nee, ik weet het ook niet. Dus goud moet je in ieder geval nu niet zitten. Laatste afsluiten van vandaag is even de olieprijs. Daar zijn natuurlijk wel wat fundamentele zaken die spelen, maar ook de olieprijs heeft het wat zwaar. Ja, klopt. Ja, aanvankelijk zagen we nieuwe hoogtepunten, maar de laatste weken olie weer zwak. Ja, dat heeft alles te maken met die OPEC-deal. De productie in Saoedi-Arabië wordt weer verhoogd. In Libië gaan er geloof ik weer poorten open. En ook toch ook wel een beetje angst dat de vraag naar olie misschien een beetje af gaat nemen vanwege het handelsconflict. Dus misschien dat daarop gespeculeerd wordt. Maar echt daadwerkelijke invloed op de markt zelf lijkt tot nu toe beperkt. Het wordt genegeerd. We kijken vooral naar de positieve uitgangspunten, klopt, de positieve ontwikkelingen. Ja. En je ziet het. Het wil gewoon omhoog. Het wil verder. Ja. En zolang het duurt, waarom ook niet. Klopt, ja. Justin, we hebben nog kwartaalcijfers deze week. Ja, morgenavond Microsoft, vanavond eBay, IBM. Unilever in Amsterdam. Unilever, zeker. Ja, als dus die met goede resultaten komt, dan kan de index echt los. Ja. Oké, dus waar het nu vooral draait, verhaal met kwartaalcijfers, daar moeten we op letten. Ja. Duidelijk. Justin, bedankt voor je uitgebreide toelichting. U bedankt voor het kijken en graag tot de volgende marktupdate. Tot ziens.